Ik kan niet slapen. Geschreven door The Short Stories. Ik kan niet slapen. Morgen gaan we op vakantie. En altijd als ik iets spannends ga doen, is mijn slaap ver te zoeken. Het is nu 12:30 en ik moet eruit om 6:30. Ik was al extra op tijd naar bed gegaan, want ze zeggen dat als je alleen maar ligt, je ook al uitrust. Voor de zoveelste keer pak ik mijn telefoon er weer bij en scroll over Facebook en TikTok. Ik kom uit bij dierenfilmpjes. Daar kan ik me helemaal in verliezen. Na een paar minuten leg ik mijn telefoon weer weg en sluit mijn ogen. Concentreer je op je ademhaling, zeg ik tegen mezelf. Maar ook dit werkt niet. Ik geef het nog een paar minuten en anders pak ik er wel even een boek bij. Ik kijk wederom op mijn telefoon. 1:10. Tastend in het donker zoek ik het knopje van mijn nachtlampje en zet hem aan. Ik besluit om even naar beneden te gaan en wat te drinken. Stilletjes sluip ik de trap af. Mijn vriend is nog steeds in een diepe slaap. Hoe doet hij dat toch? Ik was al lang wakker geworden. Ik kijk extra uit bij de 6e traptrede. Die kraakt enorm. Eenmaal voor de koelkast zit ik in dubio. Ik heb zin in een colaatje, maar dan kan ik misschien helemaal niet meer slapen door de cafeïne. Ik besluit toch maar water te pakken, met een scheutje siroop. Zittend aan de keukentafel slurp ik langzaam de ranja naar binnen en zit in mijn gedachten al op het strandbedje in de zon. Morgen zit ik daar gewoon, denk ik bij mezelf. Dat vind ik altijd zo gek, dat zo snel gaat. Ik hoor wat geluiden en zo te horen komt het van buiten. Ik sluip naar de gordijnen en kijk stiekem door een spleetje naar buiten. Ik zie mijn buren met een grote telescoop op de straat staan. Miranda en Bas zijn helemaal gek van de sterrenhemel en alles wat erbij hoort. Ik kijk naar de lucht en het valt me nu pas op dat het zo helder is. Dan merkt mijn buurvrouw me op en ze wuift naar me. Ga ik echt nu naar buiten? Denk ik bij mezelf. Ach, ik kan toch niet slapen. Ik loop naar de gang en trek een warme winterjas aan. Op mijn sloffen loop ik de voordeur uit richting Miranda en Bas. Hé, was je nog wakker? Nou, wees blij, want moet je eens kijken, zegt Bas enthousiast. Hij doet een stap opzij en wijst naar de telescoop. Nou ja, niet de bedoeling, maar ik kan niet slapen. Oké, eens kijken, zeg ik. En ik knijp 1 oog dicht en met de ander kijk ik door de telescoop naar de sterrenhemel. Ik zie de maan, ik zie planeten. Ik kijk letterlijk mijn ogen uit. Wow, ontsnapt er uit mijn mond. Ik weet niet wat ik zie. En terwijl ik rondkijk, wijst Bas me de sterren en de planeten aan. Ik snap wel waarom ze hier zo door gefascineerd zijn als ik dit zo zie. Wat cool! Dit heb ik nog nooit zo gezien, zeg ik net zo enthousiast. Ja, mooi hè, zegt Miranda. Vanavond zou misschien het noorderlicht te zien zijn. Dat is helaas nog niet het geval. Maar de lucht is superhelder. Jullie gaan morgen op vakantie, toch? Vraagt Bas, terwijl Miranda weer door de telescoop tuurt. Ja, klopt, Daarom kan ik ook niet slapen. Veel te spannend. Nou, misschien dat deze onderbreking je wel helpt om lekker te slapen, zegt Bas en hij glimlacht. Ja, echt leuk. Het was supermooi om te zien. Fijne vakantie en slaap lekker, zegt Miranda. En Bas wenst me hetzelfde. Ik wens ze een fijne nacht en hoop voor ze dat ze het noorderlicht nog mogen zien. Op mijn sloffen loop ik terug naar mijn deur, waar ik er tot schrik achterkom dat die dicht is gevallen. Ik kijk door het raampje naar binnen en zie mijn sleutels op het plankje liggen. Shit! Wat is er? Vraagt Bas, die me duidelijk heeft horen vloeken. Mijn sleutels, ze liggen binnen. Tja, dan moet ik Tim toch wakker bellen. Ik druk op de deurbel. Hij zal eerst wakker moeten worden en dan beseffen dat ik niet in bed lig. Als hij maar niet schrikt dat ik niet naast hem lig. Ik druk nog een keer op de deurbel. Geen reactie. Nu hou ik de deurbel wat langer vast. Nou, dat is een diepe slaper, die vriend van jou, lacht Bas. Ja, echt hoor, die slaapt overal doorheen, lach ik. Mijn lach verdwijnt als hij na al die pogingen nog niet open doet. Ik hou nu de deurbel ingedrukt en word zelf gek van het harde geluid. Dan zie ik eindelijk dat er licht aangaat in de slaapkamer. Tim hangt met zijn hoofd uit het raam. Wat gebeurt hier? Wat doe je buiten? Vraagt Tim enorm verbaasd. Kom naar beneden, dan leg ik het uit. Tim laat me binnen. Hij wenst de buren een fijne nacht en ik vertel dat ik niet kon slapen. De buren me zagen en wat ik toen allemaal voor mooi zag door de telescoop. Je bent ook echt een gekkerd. Kom, snel naar bed nu. En samen gaan we weer naar bed, om nog snel wat uurtjes slaap te pakken. Wanneer we de volgende ochtend al vroeg in de auto stappen, zie ik buurman Bas. Hij zet alvast de containers bij de straat. Fijne vakantie, roept hij. Dankjewel. Hebben jullie het noorderlicht nog gezien? En hij kijkt me verbaasd aan, alsof hij niet weet waar ik het over heb. Heb ik het dan toch allemaal gedroomd? Wil je de tekst nog eens rustig nalezen? Klik op de gratis link in de beschrijving en download het verhaal in PDF. Meer korte Nederlandse verhalen horen? Abonneer je op mijn kanaal. En als je de video leuk vond, laat het me weten in de comments. Bedankt voor het kijken en luisteren.